ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen doordat je zeg maar op school bent gegaan. Dus mijn schaamte is steeds verder op de achtergrond gekomen. En ja, nu ben ik zoals ik nu ben. Met lezen en schrijven. Ik heb mijn kinderen nooit uit een boekje voor kunnen lezen. Ook niet met huiswerk kunnen helpen. Ouderavonden ben ik eigenlijk nooit geweest. Want ja, je kreeg brieven thuis. En toen zei ik altijd van, nou, dat doe ik later wel, dat doe ik straks al. Ik heb mijn kinderen eigenlijk nooit kunnen helpen, nee. In het verleden ging alle papieren wat binnenkwam, dat ging allemaal maar de kast in. En die stapels werden maar steeds hoger. Nu leer ik met mijn administratie om te gaan. In de mappen te doen, om de brieven dus te openen. Niet meer ongeopend in de kast. Je leert er beter mee om te gaan. En je leert de stappen die je moet doen, zeg maar, met het lezen en het begrijpend lezen, dat je ook minder problemen krijgt. En dat je ook zelf van meteen een halt ergens op kan roepen van hier moet ik iets mee gaan doen of daar moet ik iets aan doen. Wat mij het gelukkigste maakt is dat ik nou durf te schrijven en durf te rekenen. En dat ik nu ook de stappen naar de buitenwereld heb durven te zetten. Dat is wat mij nou heel veel gelukkig maakt, want dat wist ik eerst niet.